Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Ik zat te denken, weet je, wat voor mensen verdienen nou echt heel veel geld? Nou, de bankjes verdienen het wel, ze krijgen het alleen niet. Fashion bloggers, vloggers. Vrouwen met name die in de kleding en de make-up zitten en zo, die verdienen zoveel geld, daar word je echt bang van. Dus wat dacht ik? Ik ga op zoek naar het internet naar de allerduurste mystery box voor kleding. Ik heb hier een vintage box kleding voor $1000 gekocht. Nou, jullie kennen mij. Zo, dit stinkt wel, zeg. Ik moet zeggen, er is niet helemaal goed gegaan, denk ik, met de levering. Maar, ach, nou, het is waar het moet zijn. $1000 aan kleding. Wij gaan kijken wat erin zit. Hopelijk wat leuke items die ik ook nog kan dragen. Er stond zelfs bij dat de items meer waard zijn dan de $1000. Dat is toch wel gaaf. Abonneer zeker op mijn kanaal als je deze video leuk vindt. Ik kan ook andere YouTubers vragen of zij voor mij een mystery box maken. En dan dat openmaken als jullie dit echt leuk vinden. De vorige met technologie dingen vonden jullie in ieder geval erg leuk om te zien. Dat is natuurlijk fijn en leuk. En laten we dan maar het mesje erbij pakken. Hat. En dan, nou trouwens, dit is gewoon een plakbandje. Dat mesje pakken er eigenlijk bij voor helemaal niks. Ah, mensen, in de binnenkant van het pakket zit nog een pakket. Ja. Oké, mensen, het allereerste item. Ik heb het hier vast. Een trui van Nautica Competition! Paolo zieke. Wow. Dit moet wel even het wasje in hoor. Gadverdamme. Cijfertje voor deze trui. Nou, beetje saai. Zesje. Ik zal hem even aantrekken. Hier worden we toch niet vrolijk van. Ja, ik zei een zesje, maar dat vind ik eigenlijk nog hoger. Ja, ik ga dit toch nooit dragen. Dus het is wel echt een kanzo shirt. En het stinkt. Dat moet zo eens in de was. Nou, laten we maar snel door naar de volgende. Voor mij heb ik echt wel een hoop. Oké, dit is de volgende trui. Jezus. Wat een gave champion paarse champion trui. Die stinkt ook. Nou, dit ding is echt tantoe lelijk. Haha, ik heb wel een maatje kleiner mogen kiezen. Jezus Christus. Misschien is hem gewoon heel mooi helemaal strijkt. Dat je wel een vette trui hier ook nog een champion logo wat je kan zien. Kijk. Gaaf man. Gaaf. Jullie zien trouwens goed op de achtergrond mensen. No excuse energy. Koop het nu. Ja. Lekker. Nee, dit is echt een dikke 4. Wat een poeptrui. Heeft iemand interesse in een trui? Voor €250 kunnen we praten. De volgende. Zo. Een shirt van niks. Nou goed, u kent het wel. Ja, ik ken dit niet. Maar dat zal echt waarschijnlijk aan mij liggen. Nou, best een leuk shirt. Niks mis mee. Hartstikke leuk. Aardig. Prima. 6,5. Dit is trouwens echt een 4, hè. Echt lelijk. We hebben nog een shirt. Oh nee, een trui. Een colt. Hey. Een coltrui van louter paardje. Lekker zeg. Dan denk ik dat deze colt echt wel veel te groot is. Maar we gaan even kijken. Op zich wel. Nice. Ook hier worden we niet heel warm van. Het kan wel. Het kan, maar ja, ik kijk nu naar mezelf en ik denk van nee. Denk ik niet van dit had ik zelf uitgekozen. Nee. Ik denk 7'tje. Op zich wel leuk. Oké, volgende. We hebben hier een jas, mensen. Een enge Adidas jas. Kijk nou wat. Wat goed. Nou, een Adidas regenjas. Ik kan deze oprecht wel gewoon dragen. Kijk maar, ik ben toch helemaal f***ing stijl-icoon. Bam! Lekker Adidas jassie, man. Hey, hier ben ik echt blij mee. Wat een goed jassie. Mensen, een dikke vette 8. Wat een mooi Adidas jassie. Laat trouwens vooral achter in de comment wat jij het mooiste en het lelijkste item vindt. Ik vind deze. Hier ben ik echt wel blij mee. Mooi jassie, niks mis mee. Big Bad Jet. Nou, en dat gaat zo mee met het. Kijk. Oh, dat is echt vet gaaf, man. Dikke vette 3. Hier hebben we een wollen. Hey, weer van Polo. Wat goed, man. Dikke wollen trui van Polo. Nou, dit vind ik toch minder, moet ik zeggen. Hij lijkt nogal op die vorige, maar hij is een beetje groot. Jezus, ik lijk wel een fucking 50-jarige met dit ding aan, man. Nee, hier ben ik echt niet van onder de indruk. Ik vond die vorige beter. Maar met name dat Adidas jassie, dat was echt een heel goed jas. Dat was echt een gaaf jassie. Dit, 6. Wel prima. Dit is Polo, dit is altijd goed. Volgende item, een lime green heel figure shirt. Nou, hier ben ik blij mee. Dit is wel lelijk, man. Moet je zien. Kan je het niet verkopen, man, zo. Verschrikkelijk. Een 3. Oh, mijn god. Heb ik een Hutsel Hut shirt hier tevoorschijn pakte. Maar dat is niet zo. Het is een oranje trui van Nike. Oké, prima. Niks mis mee. Die gaan we even aantrekken. Mensen, leuk. Kom hem misschien. Pas goed bij je haar. Ja, je kan zeggen wat je wil. En het is echt absoluut lelijk. Maar mocht het nou geen lekker weer zijn met Koningsdag en ik kan dus niet mijn Hutsel Hut shirtje aan, heb ik wel een oranje trui. Ja, voor de rest. Jezus Christus. Wat een verschrikking. Nee. Vier. De volgende. Okay. Nou, een Harley Davidson shirt. Harley Davidson is van die motoren. Jullie kennen het wel. Op de achtergrond staat El Cajon. Motor Harley Davidson Cycles. California. Ach, California. California. Toch grappig, want dit is een soort van heel dik shirt. Maar er zitten, kijk, je kan er doorheen kijken. Soort van. Nou, dat zie je dus echt totaal niet. Er is een soort van sportshirt achter. Best lekker. Best leuk. Dit ga ik natuurlijk nooit dragen, maar op zich wel een leuk shirtje. Ja, 6,5. Als je naar mij kijkt, ik straal natuurlijk Harley Davidson uit. En dat snappen jullie ook, mensen. Dat begrijpen jullie natuurlijk. Volgende is, nou, een flink Nike shirtje. Doe maar, pas goed onder mijn trui die ik op dit moment aan heb. Dubbel Nike. Ja, een blauw Nike shirt met en het logo is al een beetje aan het vergaan. Dat is dan wel jammer, je kan het zien. Maar ja, dat is waarschijnlijk de reden dat het vintage is. Ik moet zeggen, ik heb toch liever een mystery box van gewoon nieuwe kleding.
Ik ga alles even in de wasmachine janken, want dit is echt helemaal drama. Nou, Nike shirt, leuk. 10 draag ik hem nog eens. 6,5. Tot nu toe. Het Adidas jassie. Big fan. Nog een shirt. Veel shirts. Zo, zieke tijger. Eye of Survival. Hey, eng ouwe. Vet shirt. Met een coole tijger. Ja, wat moeten we hier nou van vinden, mensen? Eye on Survival. Zullen er vast ook mensen die zeggen, oh mijn god, Koen, dat shirt is zo vet. Dat is echt vet shirt ooit. Misschien ga ik het dan wel dragen als jullie dat zeggen. En dan niet zeggen zodat jullie denken, ah, dan gaat die sukkel dragen. Want dat zou heel erg lullig zijn. Geef dit shirt een 6. Oké, volgende item. Zo, een soort jas is dit. What the fuck? Een Burberry-jas! Geintje natuurlijk. Geintje. Het volgende is een shirt van de Lakers. Echt, alle basketbalfans worden helemaal nat nu. De hele oude achterop stond nummer 7. Maar die is helaas weggevallen van de Napa Valley Company. Wel een lachen shirt. Jammer dat de achterkant is weggevallen. Dat was, denk ik, ja, was geel. Nu is het niet bestaand. Maar wel een gaaf shirtje. Paars, is dat mijn kleur, mensen? Denk het niet echt, hè? Nee, ik denk het toch niet echt. Maar wel een leuk shirtje, 7. Prima, niks mis mee. Hartstikke leuk. Besef, ik ben er al bijna doorheen. Dit is $1000, hè, wat ik hier heb uitlopen pakken. Duizenden, je kan dan beter FIFA packs kopen, man. Ik zweer het je. Wat een troep heb ik allemaal gekregen. Volgende is een shirt met lange mouwen. Van, met een, van, hey, de Harley Davidson Motorclub. En achterop een vette plaat. Kijk nou, ziek. Ik ga hem even aantrekken. Mensen, zien jullie het? Wat staat hier eigenlijk? Harley Davidson. Ik heb met name een groot voordeel van dit shirt, dat het niet stinkt. Dat is helemaal een groot voordeel. Trouwens, even iets heel anders. Ik heb straks mijn coronavaccinatie en ik ben bang, jongen. Het is echt niet te beschrijven. Prikken, verschrikkelijk. Ik heb van iedereen hoor van, het valt echt reuze mee, het is helemaal niet erg. Het is lekker zelfs, ik vind het heerlijk. Het prikt me vol. Nou, ik ben bang, jongen. Oh. Volgende item. Een trui. Hey, een Tommy trui. Het oude logo, wat volgens mij echt laatst weer een soort van nieuw leven ingeblazen is. Nou, mooi truitje, niks mis mee. Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik dit snel draag. Maar ik ga hem toch even aantrekken voor jullie. Nou, daar ben ik weer. Wat zit dat logo laag, joh? Het zit onder mijn tepel. Nou ja, prima shirtje. Ja, prima truitje. Om er nou $1000 voor uit te geven. Ik weet niet of ik dat aan kan raden, maar op zich wel een paar leuke items. Hey, ik ben wel benieuwd. Ik ga binnenkort even tijdens video's gewoon wat van die items aantrekken. En dan wil ik graag zien dat jullie doorhebben dat het uit deze video komt. Dat is leuk, hè? Dat is heel erg leuk. Heb ik nog wat? Even die leme stickers zeker. Ah, inderdaad. Stickers. Reclame. Thank you. 50% korting. Ja, had ze daar niet eerder mee kunnen komen. Hey, krijg nou wat. Een lolly! Choco vanilla flavor. Gadverdamme. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga de kleding even wassen en kijken welke ik allemaal niet hoef en welke ik wel hoef. Hopelijk vond deze video leuk. Wil je nou vaak deze video zien? Laat het zeker achter in de comments. Ik ben op zich. Nou, er zaten betere dingen in dan in die 1000 euro technologie. Want dat was echt troep. Dit valt nog mee. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Zeg een duimpje omhoog. En ik zie jullie bij de volgende video. De goed om. Draai. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.